Yes. En weer dat been. Dat been, dat zegt geen gezicht. Holy crackers, oké. Vandaag duik ik in clubgenoten letterlijk de wereld van de keepers in. En dit is een foto van de D-pupillen van RK PSC uit Pannerden. Ah! Ja. Op deze foto uit 1999 staan 12 voetballers, 2 trainers en 1 keeper. En dit hier is Roel Dieks. Die speelt nog steeds in het eerste van Pannerden. En hij heeft een andere passie en die deelt hij met mijn hoofdgast. En keeperstrainer van het eerste uur, Sjaak van Eyck, die staat niet op de foto. Maar we zochten hem wel op in het hoge noorden van Friesland. Dit hier is mijn hoofdgast van vandaag, Erwin Mulder. En hij vertrok al op hele jonge leeftijd naar Feyenoord. En nadat hij daar een paar jaar de eerste keeper is geweest, moest hij dit jaar zijn plekje onder de lat afstaan aan Kenneth Vermeer. Komen er nog ballen? Wow! Ja! Toen hij bij ons team kwam, ja, bedoel, ik stond altijd voorin en als ik normaal een bal met gemak scoorde, bij hem lukte het eigenlijk nagenoeg niet. Dan kon je wel zien dat daar gewoon een hele goede keeper aan zat te komen. Ik stond altijd in de verdediging bij ons team, dus ik stond altijd voor Erwin. En op zich, als ze dan mij voorbij gingen, dan was het wel, had Erwin meestal die ballen wel. Nee, hij had een enorme drive. Hij wilde dat ook gewoon. Hij ging er ook helemaal voor. En dat heeft hem denk ik ook wat mede zover gebracht, zover dat hij nu is. Ja, hij liet zich niet op de kop zitten, dus hij wou altijd met grote jongens mee. Komen ook omdat 2 broers had. En dat zie je wel terug in zijn voetbal en een manier van doen. Dus hij was niet bang voor de wat ouderen. Dus. Erwin was altijd wel een rustige jongen, was niet een praatjemaker of zo. Toen hij eerste keeper is geworden, is hij altijd rustig gebleven. En ook nu gaat het misschien wat minder, maar ik denk dat hij er zeker bovenop gaat komen. Erwin Mulder wordt in 1989 in Pannerden geboren en groeit op in een echt voetbalgezin. Al op 3-jarige leeftijd is Erwin op de velden van de plaatselijke RKPSC te vinden en traint hij mee met zijn 2 oudere broers. Hij beschikt over het ware keepersbloed, want ook vader Theo en broer Danny staan onder de lat. Op zijn 12e maakt hij de overgang naar de jeugd van Vitesse, dat hem 3 jaar later ziet vertrekken naar Feyenoord. Bij de Rotterdammers wordt hij gezien als een groot talent. Mede door blessures mag Mulder als A-junior al geregeld plaatsnemen op de bank bij de hoofdmacht. Op zijn 18e maakt hij tegen Heracles zijn competitiedebuut in de Kuip. En hij wint dat seizoen meteen zijn eerste prijs, de KNVB-beker. Na 1 seizoen Excelsior keert hij terug in de Kuip en wordt hij onder Ronald Koeman de eerste keeper. Dit seizoen stond de goalie nog maar 4 wedstrijden onder de lat en zag hij de van Ajax gekochte Kenneth Vermeer zijn plek in de Kuip overnemen. Ken je, denk je, iedereen? Nee, niet iedereen, maar hier links staat ook mijn moeder, als ze iets verder weg, iets verder in de straat. Waarom ben jij zo verknocht aan Pannerden? Ja. Nou ja, iedereen kent iedereen en ik voel me hier gewoon thuis. Mijn familie woont hier, ik heb hier mijn ding, mijn vrienden. Dus als het enigszins tegenaan te rijden is, dan blijf ik lekker hier wonen. Ja, en daar doe ik dan met de jongens darten. Waar? In de kroeg, daar rechts. Ik kom nu langs de kapper op. Even kijken of hij het een beetje druk heeft. Hier werken mijn broers. Is dit het recyclebedrijf? Ja. En dit is wat ze overgenomen hebben van jouw vader? Klopt. Dat wil ik wel. Zet hier de fiets neer? Yes. Zo. Kom je hier nog vaak? Als de mogelijkheid is, dan kom ik wel hier, ja. Ik bedoel, veel jongens zitten hier in het eerste, vrienden van mij. Dan wil ik op zondag wel even komen kijken, ja. Wat was dit voor team?
Nou, het zegt al genoeg dat veel van die jongens nog mijn kameraden zijn. En, het was gewoon een heel erg team. En volgens mij zijn we dat jaar ook nog kampioen geworden. Dus de reunie zometeen, daar zie je dus allemaal mensen die je nog steeds heel veel ziet, of niet? Dat klopt. Ik zie ze wekelijks nog allemaal. Dus altijd wel leuk om ze weer te zien. Dus wordt gezellig. Ik wil jou heel graag wat filmpjes laten zien van jouw clubgenootjes. En het eerste filmpje gaat over jouw allereerste keeperstrainer Sjaak hier bij RKPC. Dikke vinger naar de hele wereld. Jouw plaats. Jij wil dat terug. Ga ervoor. Maar zorg dat het heilige vuur terugkomt. Het heilige vuur niet terugkomt, weer weg. Zorg dat je speelt. Ik ken niet schelen waar. Laat het rood-witte hart los, want jij bent op een bepaald moment is hij ook. Is daar een chakra voor? Om dat heilige vuur terug te krijgen? Ja, zeker weten. Hij moet hier. Hij moet naar zijn pens. Daar moet het weer gaan borrelen. Daar moet het gaan branden. Daar, echt hier. Buikchakra. Dat zegt Sjaak van Eyck, de allereerste keeperstrainer van Erwin Mulder, over de situatie waarin zijn oud-pupil nu verkeert. En hij kan het weten, want hij was niet alleen zelf keeper, maar in het hoge Groningse noorden is hij nu ook professioneel chakra-healer. Een mens heeft 7 punten, hoofdpunten, dus het gaat van kruin, derde oog, keelchakra, hartchakra, navelchakra, heiligbeenchakra. Dus elke chakra heeft een verbinding met bepaalde organen. Dus dan ga je op die zone werken. In mijn voetbaltas, daar zit nog in. Ik denk dat het een museumstuk is. Ik denk dat heel veel keepers hebben er al over uitgelachen. Maar er zit een trui in. Dat is mijn oude Adidas. Maar dat is in principe nog echt het enige wat ik over heb van mijn tijd. Je moet wel down to earth blijven. Kijk, als iemand bij me komt, ik heb nooit geen blauwe jurk aan. He, dus ik kan ook niet zeggen van sta op en loop. Dat ken ik niet. Maar je kan mensen wel op een gegeven moment de kracht geven, want elk mens heeft kracht, om zelf uit een bepaald stramien te komen. Hij was niet hoger dan zo. En dan had hij zijn laarsjes aan en dan was het gooien, weet je wel. En dan moest een bal vangen en dat deed hij dan ook. En dan ging ik schieten. En op een gegeven moment, ik haal uit. Erwin die krijgt die bal echt vol op het kleine lijfje. En gillen, schreeuwen. Wie doet gewoon een ijsje met hem halen. Hij komt terug. En hij gaat weer in die rij staan. En toen dacht ik bij mezelf van, als dat de tendens is van dat jonkje, dan kan het een grote worden. Ik ga eerst heel rustig met het hoofd. Sluit de ogen. Ik ga dat masseren, ga die kruin masseren, pak het derde oog. Leg de handen om het hoofd om energie te geven. En zo werk ik stapsgewijs naar beneden, de keel. Alles pak ik mee. En dat is wat ik doe. Kijk, je helpt mensen en dat is het mooiste wat er is. Waarom zeggen van ja, maar het is een goed jonkje en hij heeft heel veel gevoel, maar hij moet met zijn kop gaan keepen. Tuurlijk moet je met je kop keepen, maar je moet hier ook, als hier die passie uit is, kun je net zo goed koekenbakken worden. Ja. Wist jij dat hij dit nu doet? Nee, echt niet. Nee? Nee. Heb je ooit in je leven een chakra healing gehad? Nee, maar als ik er graag een keer bij Sjaak langs. Ja? Ja, nee, lijkt me wel leerzaam eigenlijk. En hij zegt van je moet dat weer echt vanuit je buik, die passie die moet er weer in. Heb jij het gevoel dat die passie weg is? Nee. Nee? Nee, totaal niet. Ik bedoel, ik train elke dag gewoon keihard om mezelf te verbeteren. En die passie zit er altijd nog in. Je zit bij Feyenoord en je zit nou een beetje op het tweede plan geraakt. Maar je moet het altijd uit jezelf halen. En dat zit er wel in. Maar jij gaat dus langs bij Sjaak voor een chakra healing? Zeker. Voor nog meer kracht? Ja, of wat het doet. Ik weet niet wat het precies doet. Ik heb het nog nooit gehoord. Leuk. Ja. Gaan we doen. Ja. Hand in hand, kameraden, hand in hand. Voor Feyenoord 1, geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1, hand in hand,
Op je zevende kwam jij voor het eerst hier in de Kuip. Ja. Was het meteen liefde op het eerste gezicht? Ja, ik zat daar zo in de hoek. En met team van RKPC. En ja, dan word je wel gegrepen door het Feyenoord-virus. Ja, vanaf dat moment was ik gewoon Feyenoord-supporter. Nou ben jij op een gegeven moment de jeugdopleiding hier bij Feyenoord gaan doen. Ja. Dan verhuis je van het kleine dorpje Pannerden naar Rotterdam. Hoe heb je dat ervaren? Lastig. Ik zeg niet dat ik beschermd opgevoed ben, maar het is wel, ik was altijd thuis. Toen ik bij Vitesse zat, sliep ik gewoon thuis, woonde thuis. En ik ben de jongste thuis en dan ga je als eerste ga je het huis uit. En voor mijn ouders was dat niet makkelijk en voor mij ook niet. Want je bent 6 dagen van de week ben je van huis af. En dan kom je één keer in de week ben je thuis, 1 dag. Ja, dat is wel lastig. Wat heeft het met jou gedaan? Heeft mij wel goed gedaan. Ik bedoel, je wordt wel snel volwassen. Als je 15 bent en je komt in Rotterdam in een appartement te wonen. We zaten met 8 jongens die ook van ver van Rotterdam vandaan daar zaten. En een gezin, familiemikkers die dan toezicht hield. En ja, dat vormt je wel als persoon. En je leert voor jezelf opkomen wat je... Ja, je is allemaal iets harder dan het oosten. Nodig? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, in het oosten van het land zijn ze iets liever. En hier wordt gewoon gelijk gezegd waar het op staat. Dat was de eerste training al. Ik bedoel, ik speel hem bovenkeerd in. En onze trainer toen, Cor Adriaans, ja, dat is een echte Rotterdammer. En die scheldt je dan gelijk, verrot wil ik niet zeggen, maar die zeggen wel gelijk waar het op staat. En in het oosten zeggen ze van, ja, je had die bal beter zo kunnen spelen. En daar zeggen ze gewoon, ja, ik mag niet vloeken op tv, maar er worden wel wat dingen. Heb je de doos nog onder schoenen, god? Wordt wel gelijk geconfronteerd, ja. Ja, dat maakt je wel sterk. Geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1. Welke mensen binnen de club hebben jou gemaakt tot de keeper die je nu bent? Nou ja, natuurlijk Pim Doesburg. Ik kwam hier bij de selectie om mijn 17e. En door Pim heb ik de middagdutjes uitgevonden, want er was maar één... niveau, laat maar zeggen, wat Pim had. En dat was gewoon volle bak trainen. En dat is wel wat mij sterker gemaakt heeft. En laten zien van ook wat middagdutjes. Want ja, je bent gewoon na een training ben je helemaal kapot. Nu ben je niet meer de nummer 1. Kenneth Vermeer, notabene van Ajax, de aartsvijand. Die heeft jouw plek ingenomen. Hoe ervaar je dat? Moeilijk. Ik bedoel, je bent vanaf je 15e ben ik hierheen gegaan. En, als doel gewoon eerste keeper van Feyenoord te zijn en dat is gelukt voor 4 jaar. Alleen nu is Kenneth gekomen en dan moet je genoegen nemen met de plaats op de bank en hopen dat je nog de kans krijgt om hier te spelen. Maar de club waar je zo'n ontzettende nauwe relatie mee hebt, die hebben over jouw technische ontwikkeling gezegd dat het niet voldoende was, dat je niet genoeg stappen maakte. Hoe is dat om te horen? Nou, nooit leuk. Ik bedoel, sommige dingen was ik het totaal niet mee eens. En dat heb ik ook kenbaar gemaakt naar de mensen wie dat moesten horen. En ik vind ook niet dat de manier waarop het naar buiten gebracht is en hoe het gegaan is, dat niet netjes is geweest. En dat heb ik ook in een interview gezegd en ook hier in binnenskamers heb ik dat ook aangegeven wat ik ervan vond. Het moment was ook niet echt heel erg prettig, toch? Nee, zeker niet. Ik bedoel, het is niet dat ik ervoor weg wou lopen. Ik bedoel, het is een dag voor de transferwindow was het. En het is helemaal niet dat ik weg wou of wil. Dat is het niet, maar je wordt gewoon gedwongen nu om hier te blijven. En er is geen kans geweest om misschien iets verder te kijken. Als je een weekje langer had gehad, had het misschien wel gekund. En dus zeg ik niet dat ik bang ben om hier te blijven, om voor mijn problemen weg te lopen, helemaal niet. Waar ben je? Waar kunnen we je vinden? Die foto daar. Nummer 17, zie je die? Ja. En dan leuk. Rechtsachter, daar sta ik. Naast Leroy Fer, daarachter. Toen we de beker wonnen. In klein formaat hebben wij die gekregen. En die staat bij mijn moeder op een mooi plaatje. Waarom bij mijn moeder? Waarom niet bij jou? Ja, mijn debuutshirt hangt ook bij mijn moeder. Dus mijn moeder is echt alles voor mij. Ik bedoel, sinds het overlijden van mijn vader heeft zij gewoon... het is heel lastig en nu nog steeds. En daarom woon ik ook nog steeds in Pannerden om gewoon dicht bij haar te zijn. En, wat mijn ouders voor mij gedaan hebben, zonder die ouders was ik nou niet hier geweest. En
dat weet ik maar al te goed. Dus daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. En de kleine dingetjes wat je dan terug kan geven, dat probeer je terug te geven. En hoe oud was jij toen je vader overleed? Dat is nou 3 jaar geleden. Want mijn vader was 53 en dan is het... Ja, dan valt dat weg. Ja, dan denk je soms ook van, ja, ik heb hier 3 jaar in Rotterdam, daar was ik niet bij mijn vader. Daar ga je achteraf over nadenken. En daarom woon ik ook nog nu lekker in Pannerden. Om ook dichtbij. Dat je vader gewoon eigenlijk stiekem super trots op je is? Ik denk het wel. Ik bedoel, ja. En ik hoop het ook, maar daar ben ik ook niet bang voor dat hij super trots op me is. In het volgende filmpje gaan we terug in de tijd naar een van jouw hoogtepunten. Daar is hij, Sjoerd, hè! Heb je dit wel eens teruggezien? Nee, dat is echt de eerste keer dat ik dit terugzie, maar het is leuk om te zien. Hoe belangrijk is het voor jou als prof om prijzen te pakken? Ja, daar leef je voor. Je traint elke dag hard om prijzen te pakken. Je wil elke wedstrijd winnen. En, ja, daar, als je elke wedstrijd wint, dan word je kampioen. En, ja, dat is wel een droom om ooit weer kampioen te worden, ja. En wat is jouw hoogtepunt tot nu toe? Mijn hoogtepunt tot nu toe? Sowieso mijn debuut voor Feyenoord. Ik was 18 jaar en dat weet ik nog als de dag van gisteren. Ja. Kan je ons even meenemen in die dag? Naar die dag, naar dat moment dat jij die Kuip inloopt, wat gebeurde er? Nou, het gebeurt eigenlijk daarvoor al. Ik zit in de auto en het regent gewoon keihard. Ik denk, ja, die wedstrijd gaat dadelijk niet door. Het zal mij weer overkomen dat ik mijn debuut mag maken en die wedstrijd gaat niet door. Maar gelukkig ging die wel door. En ik speelde met Roy Makaay van Bronckhorst en... die komen naar je toe voor de wedstrijd en op je gemak stellen. Want ja, het is niet niks om op je 18e in de goal bij Feyenoord te staan. En dan loop je dat veld op en dat is me geen pen te beschrijven wat er dan door je heen gaat. Het is alleen maar kippenvel. Andere kant? Ja. Yes! Goeie goal. Wat is het ergste wat je ooit is overkomen als keeper? Ja, dat was bij Vitesse in de jeugd eigenlijk, een bal door mijn benen. Ja. Voor de rest heb je wel eens fouten gemaakt. Ik kan me tegen Ajax speelden we. Stonden we 3-1 voor en ik krijg een terugbal en ik neem hem aan en ik wil hem uitschieten. Want toen kwam de speler net ertussen en dan ging hij erin. Ja, dat soort momenten, daar kan je wel door de grond zakken. Ja. Maar dat hoort erbij, dat krijg je als keeper zijnde. Iedereen maakt het mee. Wat? Moet een goede keeper kunnen. Maar wat is het geheim? Het geheim, niet bang zijn. Ik bedoel, je moet een beetje gek zijn als je voor een bal van 120 km per uur dat je ervoor gaat duiken. En je moet totaal niet bang zijn om dat te doen. Geen angst hebben, dat is het belangrijkste, denk ik. En is dat iets wat jij sowieso niet hebt in het leven? Angst? Dat valt mee eigenlijk. Ik bedoel, na de gebeurtenissen met mijn vader, daar krijg je wel anders een heel ander perspectief te zien. En, ik ben nou niet sneller bang meer, nee. Ik ga ook duiken. Verder. Ben jij een goede penalty tegenhouder? Ik heb wel eens wat penalties tegengehouden, ja. Ook belangrijke, dus... Hoe is dat? Wat voor dynamiek geeft dat? Wat doet het met jou? Ja, dat is gewoon één op één strijd. Ik bedoel, het is gewoon, als je nu aan terugdenkt, gewoon nog steeds kipvel aan die momenten dat ik dan bijvoorbeeld de penalty tegenhouden heb. En,
kan me nog wedstrijd herinneren, Heracles uit voor de beker, Heerenveen uit, dat we gewoon penalty-series moesten nemen. En dat we die wedstrijd wel winnend afsloten. Ja, dat is wel iets speciaals waar je dan aan terugdenkt, ja. Het laatste filmpje voordat je je oude clubgenootjes weer terugziet, gaat over je dartvrienden. Dujan, Dus, Sommers. Leo, Knor, Roverts. Kai, Kappertje, Vrij. Roel, Dieks, Stieks. Ruud, Raas, Raasing. Dat zijn de mannen van de dartclub Pannerde, die uitkomt in de competitie van de Arnhemse dartsorganisatie. Maar er ontbreekt er één. Laten we die eens voor het gemak Puk noemen. Waarom Puk? Nou, daarom. Vroeger gingen wij achter de deken hier, als we Welanden onder waren gelopen met water en was hard gevroren, gingen wij ijshockeyen. En toen waren we geregeld de Puk kwijt in de streuken. En hij was de kleinste, dus toen moest hij de Puk op gaan zoeken. Deze is het beste van ons team. Zoals hij in wel meer dingen ja, altijd wel uitbleef. Toen Barney de embassy won, toen zijn een groepje mensen begonnen met darten. En toen is het iets serieuzer geworden en zodoende is de darttraining ontstaan. We kennen elkaar via de voetbal, maar we zijn ook al 15 jaar vrienden. En hij heeft ons eigenlijk ook de rest van het team enthousiast gemaakt om te beginnen met darten. Ja, hij is wel natuurlijk bekend, dus overal waar ik kom, een hoop is altijd dat hij mee komt gooien. En de auto, hè. Als wij naar uitwedstrijden moeten, gebruiken we altijd zijn auto. Dus als eigenlijk ook gewoon, hij kan ook wel redelijk gooien. Maar voornamelijk is het gewoon dat wij zochten iemand die een auto aan. En toen, dat is gewoon handig. Puk. Ja. Je bent een goede darter ook nog. Ze zeggen het. Ja, wat leuk. Wat is er zo leuk aan darten? Nou ja, wij gooien met vrienden gewoon op maandagavond competitie. En nou ja, als voetballer heb je bijna nooit weekend. En 9 van de 10 keer ben ik op dinsdag vrij. Dan is maandag mijn vrije avond. En dan ga ik lekker darten met de vrienden. En lekker naar een kroegje en lekker een pijltje gooien en drinken. Als jullie wedstrijden spelen, hoe reageren anderen dan op jouw aanwezigheid? Dat is grappig dat je dat zegt. Sommigen vinden het leuk dat ik meega. Dan hebben ze een Feyenoord broekje aan of een Feyenoord petje op. En dan maakt het wel leuk. Dan mag de Feyenoord supporter van dat team mag dan tegen mij darten. Dus die is al een beetje zenuwachtig geworden. Ja. Dat vind ik wel mooi om te zien. En maakt ook weer dat ik meer kans heb om te winnen natuurlijk. Ben je klaar voor de reunie? Laten we het doen. Heb je zin in? Yes. Mooi, kom. Clubgenoten, mag ik een heel erg hard applaus voor Erwin Mulder. Ja. Goed met jou? Ja. Goed zo. Lekker bier, jongens. Ja, dames. Zo. Fotootjes erbij. De kampioenswedstrijd, ja. Ja, dat is wel. Ja.
Nee. Nu? Dat was het hartstikke leuk. Dit was het eindartikel. Dixie is minder, maat helemaal. Net voor de leuke tijd die we gehad hebben. En nog steeds. Proost. 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 Hij is, is gewoon vriendelijk. Hij is echt zichzelf. Hij, ja, heel natuurlijk. Hij zag iedereen gedagen en het net als een ander iemand uit het dorp of hier uit de buurt. Dat is gezellig. Een groot deel is onze vriendenploeg. Die zijn eigenlijk altijd wel een beetje bij elkaar gebleven. En in het begin was het een beetje, nou ja, wat rustiger. Er werd niet zo heel veel gezegd. Maar nu merk je wel dat de gesprekken loskomen. En dan ja, al die mooie herinneringen van vroeger. En ook heel leuk dat Jan er is, de trainer. Ja, dat schept wel een mooie sfeer. Het is niet zo dat hij met een arrogantie rondloopt van ik ken niemand meer, bij wijze van spreken. Daar ben ik te groot voor. Dat echt niet. Gezellig. Gezellig bij elkaar, maar het is misschien minder verrassing omdat we in het dorp komen. Dus we zien elkaar allemaal wel geregeld. Maar het is wel mooi om een keer weer een foto te maken die je na 17 jaar niet meer gezien hebt. En dan gewoon iedereen op de vaste plekken weer. Nou, dat is wel leuk. Clubgenoten, zijn wij er klaar voor? Ja. Geweldig, dankjewel. Tot zover Erwin Mulder met zijn oude clubgenoten in Pannerden. En volgende week mag ik weer gaan keepen. En dan doe ik dat met oud-handbal-international Carla ten Velde. En zij won in 1985 met Zwift Arnhem de landsbeker. Het was een unieke prestatie en dat hebben ze groots gevierd. Tot volgende week. Hop. Erwin, waar ben je? Hop.